Een plugin waarmee je auto's, vliegtuigen, tanks en zoveel meer kunt binnenhalen? Deze betalen plugin, die kan dit! Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe plugin tutorial. Vandaag ben ik hier met de plugin Vehicles Plus. Vehicles Plus laat je toe om voertuigen te gaan, ja, te gaan binnenhalen. Zoals een tank, zoals een auto, zoals een vliegtuig en zoveel meer. En dat kan je dus doen met deze betaalde plugin. Deze plugin is aangebracht geweest op mijn aanvragen website. En dat is namelijk met de volgende. Plugin voor voertuigen in Minecraft. Er zit een texture pack bij voor 3D models. Mij lukt het alleen niet om ermee te kunnen rijden. Nu ik ga niet de gratis plugin ervan laten zien, want die werkt namelijk niet meer. En hieronder staat hij Vehicle Plus Pro. Het is momenteel een van de meest Advanced Vehicle plugins tot nu toe. Ik zou graag een tutorial willen ontvangen, hoe je voertuigen kunt adden en eventueel andere plugins gaan toevoegen of koppelen. Een vehicle plugin van 1.12 tot en met 1.14 plus enzovoort en zo verder. En ik ben in de stand vandaag. ...met deze plugin, de Vehicles Plus. Nu, dit is een betaalde plugin... ...waarbij je 10 dollar moet betalen... ...of rond de 8,5 euro... ...hangt er vanaf wat de wisselkoers is. En ik wil jullie daarom extreem hard bedanken... ...want dankzij jullie donaties... ...dankzij de mensen die kijken... ...en ook eventjes een opmerking daarbovenop... ...de mensen die nog niet zijn geabonneerd... ...en dat zijn er meer dan 50%... ...meer dan 50% die niet is geabonneerd... ...die bijna dagelijks toch mijn video's kijken... Klik alsjeblieft op dat abonneerknopje. Want dan ben je bij deze, bij deze TBG Community. Dus we gaan een keertje gaan beginnen met de Vehicle Plus plugin. Ja, naar nou de eerste link hier. Onder in de beschrijving en je klikt dan op het Download Nou knopje als je hem al hebt gekocht. Vergeet ook zeker en vast niet naar de twee volgende linkjes te gaan, namelijk naar ProtocolLib en Vault, want deze twee heb je ook nodig en deze moet je mee gaan afhalen. Wat ik je ook aanraad is bij de VECO Plus pagina naar onder te scrollen en hier naar de resource packs te gaan voor jouw versie. Ik zelf speel vandaag in versie 1.16.1, dus heb ik ook deze texture pack mee afgehaald. Zet zowel die drie plugins en ook essentials die moet je ook hebben met de texture pack mee in jouw server. Texture pack of eventueel op jouw server of op je Minecraft zelf. En start dan daarna je server op. Oké, okay, als je erin bent gekomen op je server gaan we eigenlijk het volgende gaan doen. We gaan direct gaan beginnen met een voertuig binnen te gaan halen. En dat kan je doen met de hoofdcommando slash V van vehicle. En dan zien we verschillende commando's. Nu, om zo'n auto of een vliegtuig te kunnen kopen, gaan we naar de shop. En dat doen we namelijk met slash V-shop. En als we dat gaan doen, zie je dus dat we verschillende items kunnen hebben, zoals een Hovercraft, een car, een vliegtuig. We hebben hier een bike, een boot, we hebben hier een helikopter en een tank. Nu, ik ga als eerste naar de tweede, naar de example car. Als we hierop klikken, dan krijgen we eigenlijk vijf verschillende auto's te zien. Met een klein beetje lek, wel wat jammer. Dat zocht de plugin daar namelijk voor. Maar dit zijn de basiskleuren die je kunt kopen. Bijvoorbeeld ik wil deze gaan kopen, dan moet je 10.000 euro of 100.000 euro hebben. En als je deze koopt, dan heb je deze gekocht. Nu, als je deze hebt gekocht, dan staat hij in jouw garage. En om in jouw garage te kunnen, moeten we slash v garage typen. Dan komt jouw auto hierin te staan. Nu, als je, zoals je kunt zien, staat de auto er dubbel. En dat komt door de plugin. Als hij herstart, is deze aangepast en staat hij niet meer dubbel. We klikken hierop en op jouw positie wordt jouw auto gespawnd. En zoals je dus kunt zien, een volledig knalzwarte auto. Nu, als we van voren gaan staan, dan kunnen we ook wat instellingen aanpassen. Maar we gaan een keertje er eerst uh, eventjes in gaan. Dus ik ga eventjes in de auto. Dan kan je dus zien dat ik nu in de auto zit. En we kunnen dus met de auto ook gaan rondrijden en overal naartoe rijden. En zelfs blokjes op en af rijden. Dat kan je allemaal doen met deze auto. Nu. Dit is natuurlijk niet zo handig. Oh, mijn auto is kapot. Hij is hier terug. Eventjes moeten repareren, maar hij is teruggehaald. Dus je kan dan met die auto ook gaan rondrijden. En dat is gewoon met de toetsen die je gebruikt om normaal te kunnen lopen. Nu, je kan ook redelijk wat instellingen aanpassen van je auto. En hoe dat je dat doet is heel eenvoudig. Je gaat ergens van voor of langs de zijkant staan. Je klikt dan rechtermuisknop en dan zie je verschillende instellingen. De eerste is dat je in een van de vier zetels kunt gaan zitten: zowel van achter als van voor, volgens mij. Denk ik. Ja, ik weet het niet heel juist. Ik denk het wel, ja. We kunnen ook ons voertuig weghalen. We kunnen deze sluiten, zodat niemand erin kan, maar jij zelf ook niet. We kunnen in de koffer, en er zit vrij veel ruimte in, dus dat is ook wel heel handig. We kunnen instellingen aanpassen, zoals de naam betaal je 1000 euro, of iemand anders, de eigenaar maken. We kunnen ook, ja, gewoon tuning doen. Nu, standaard is er maar één basiskleur. Maar als een admin kan je wel andere kleuren geven en er is ook maar één soort wiel en dan deze wielen moet je wel bijmaken in de texture pack en ook toevoegen in de config file. Nu het bijmaken in de texture pack kan ik persoonlijk niet dus ga ik jullie ook niet laten zien. En de skin om de kleur aan te passen kan je altijd aan een admin bijvoorbeeld gaan vragen. En dan moet je eigenlijk als admin het volgende doen en dan give paint. Vervolgens de speler, zijn naam en dan rood-groen-blauw. Ik ga nu eventjes deze kleurcombinatie doen. En als ik op Enter doe, oh ja, moet je eerst een blokje vasthouden. En als je dat blokje hebt vastgehouden, dan krijg je namelijk een nieuw soort van paint binnen. Om dit te kunnen aanpassen, deze kleur, klik je terug op de auto en klik je op Skin. En tada, de kleur is weg uit je bar. En je ziet dus dat hij die kleur heeft gekregen. En dan doe je net hetzelfde voor de wielen. En voor ook nog een paar andere accessoires, zoals bijvoorbeeld een spoiler, moet je dat op dezelfde manier doen. Je doet dan slash add-on. Maar dan moet je het wel gemaakt hebben in de texture pack en ook toegevoegd hebben in de config files, waar ik als laatste bij ga komen. Namelijk met addon give wheel kunnen we ons eigen een wiel gaan toevoegen. Nu ik kan dat niet doen, omdat ik geen extra wielen heb, maar dan moet je namelijk de naam meegeven en ook eventueel de kleur. En dat kan je dan ook doen, voornamelijk in accessoire, met give part. Met give Part kan je eigenlijk een item wat je in je hand hebt. Dus je hebt bijvoorbeeld een spoiler vast. Ik heb nu geen spoiler, maar bijvoorbeeld dit blokje hout. Dan kunnen we als volgende gaan doen: we doen de speler. We geven deze een kleur mee. En dan kan je de offset meegeven vanaf het middelpunt van de auto. Als ik normaal gezien dit doe, dan zou hij uh, twee blokken naar voren. vijf blokken naar boven en vijf blokken naar rechts. Dus hij zou ergens. Uh, terecht moeten komen. Oh ja, hij zit in mijn hand. Hier zit hij, de add-on. Die moeten nog toevoegen aan de auto. Rechtermessen op de auto. En dan zou hij ergens moeten zweven. Oh ja, daar. <laughs> dus zoals je dus kunt zien, hij zweeft dan ergens boven je auto. Nu dat is namelijk voor bijvoorbeeld een spoiler, dan kan je deze extra aan toevoegen. Een auto moet ook getankt kunnen worden, want als we eventjes in onze auto gaan, kan ik eventjes in de auto, dank u, dan gaan we ook te zien krijgen dat hij een current speed heeft, dus de snelheid die we namelijk rijden. ook een fuel zie je daaronder, en we zien ook usage, dat 0 liter op 100 kilometer en zijn health. Nu de fuel moet je ook kunnen bijvullen en daarvoor moet je een bepaalde tankstation hebben. Nu om deze tank te kunnen vullen, moet je eigenlijk naar een soort van tankstation gaan of aan een admin vragen om een tank te kunnen krijgen. Oh, dat klopt niet van die admin. Je kan namelijk naar een shop gaan. Dat was het. We typen fuel en dan shop. En dan kan je eigenlijk gaan bijkopen. Deze staat nog maar eentje, maar je kan er telkens bij maken. Zoals bijvoorbeeld gasoline, prijs 1,5 liter. En dan zie je dus dat je van 1 liter tot 50 liter kan gaan. Je klikt erop, je koopt deze en je hebt hem bijgekocht. Je gaat naar je auto, rechtermuisknop en je auto is bijgevuld. En als we ook als weer in gaan gaan, gaan we te zien krijgen dat er in plaats van 99% in één keer 100% staat. En buiten alleen dat commando heb je van Fuel ook nog, nog gewoon bui, zodat je het zelf kunt kopen. Force shop kun je iemand zelf forceren de shop te openen. Give kan je het zo, zo gewoon geven aan die gebruiker. En shop is voor de shop. Die commandos zijn eigenlijk ook ongeveer hetzelfde voor de hoofdcommandos van de auto's. Zoals hier staat force shop en dan de spelernaam. Zo kan je de shop laten openen van iemand anders. V, v, v give en dan de speler. De naam van de, uh, het soort. Dus als ik dit eventjes doe. V oh. Slash v give. Dan mijn spelernaam. En dan de soort van auto. Bijvoorbeeld de bike ga ik een keertje gaan nemen. En moet er nog iets bij? Eventueel een kleur, maar dat ga ik dit keer niet doen. Oh jawel, dan moet het dus wel een kleur meegeven. Ik kies gewoon een random kleur. Dan hebben we het toestel gekregen. En doen we V garbage. Dan gaan we deze inderdaad in onze garage zien. En dan zie je dus. Dit is mijn motor. Dus laten we een keertje op de motor gaan. Hoppa, enter vehicle. We kunnen van voor gaan zitten. En oh, ik denk niet echt dat de stoel daar hoort te zijn. <laughs> ik geloof niet. Oh, en ik ben tegen stenen aan botsen en hij is kapot. Als we eventjes naar de shop gaan, hebben we hier ook een hovercraft. En we nemen bijvoorbeeld deze Hovercraft. Die koop een keertje. We gaan naar onze garage. En ik had er eigenlijk al eentje, dus ik ga even deze nemen. Ja, een Hovercraft is eigenlijk een, een helikoptermodel dat niet kan vliegen. Het kan letterlijk alleen maar omhoog en omlaag over blokken vliegen. Oh ja, oké. Okay. Letterlijk tegen een rand geknald. Dat kan je trouwens ook in een config uitzetten, zodat je geen beschadigingen kunt krijgen van je auto's. We hebben ook een vliegtuig. Ik neem even een rood vliegtuig. En we gaan even in onze garage kijken. Hier staat hij. En ik weet nu niet. Als dit te goed gaat lopen, kan ik ergens erin. Ik kan erin. Oké, okay, we gaan erin gaan. En we gaan een keertje kijken. Ik weet niet hoe goed dat het gaat. Oh, we zijn aan het vliegen. We zijn aan het vliegen. Oh, je moet het met de spatiebalk doen. Oh, dit is best moeilijk om te vliegen, joh. Oh, we vliegen. Ik weet wel niet meer waar mijn plaats is waar ik was. Oh. Oh. Ja, oké. Okay. Uh, ja, we kunnen dus vliegen. We hebben ook een boot, maar daarvoor heb ik water nodig. Dus dat kan ik eventjes niet doen. En een helikopter hebben natuurlijk ook. Dus gaan we eventjes de helikopter bekijken. De hele, 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 hele helikopter. Dat is eigenlijk een hovercraft, maar dan... Ja, met dingen eraan. Als je dus de enter-toets doet en dan vooruit doet... Ga je dus na namelijk naar boven. En als we dan gewoon daarna vooruit alleen klikken, zonder de spatiebalk, dan gaan we namelijk niet omhoog. En dan zie je dus dat we van zoenen kunnen vliegen met onze helikopter. En zakken weet ik niet hoe je moet doen. <laughs> Mooie voorbereiding. <laughs> en natuurlijk hebben we ook een tank. Dus gaan we een keertje een tank aankopen. En een keertje kijken hoe dat die eruit ziet. Huppa, we hebben de tank. Oh, wow. Dat is een best chic model. Oké, okay, we gaan een keertje kijken. Langs waar dat wij binnen kunnen. We kunnen langs hier binnen. En ik ben trouwens nog iets vergeten. De engine upgrades. Daar kan je ook nog upgrades kopen voor de radius, de capaciteit en de snelheid. Allemaal. Dus ik ben nu binnen. Maar ik denk niet dat mijn stoel. Kan ik iets... En dit is de boot. Maar we zitten niet op water, dus ik kan jullie de boot niet te goed laten zien. Maar hier zie je dus, dit is de boot. Nu, dit zijn alle verschillende voertuigen die dus in deze plugin zitten. Het is eigenlijk dus best wel chic wat ze allemaal hebben kunnen maken. Nu, er zijn nog een paar extra commando's met behulp van het V-commando. Dat is Force Despawn. Als we dat een keertje gaan doen, gaan eigenlijk alle voertuigen verwijderd worden. En dit vind ik wel gek waarom dat dat blijft staan. Maar we hebben ook nog als volgende... List. Met V-list krijg je alle verschillende types van auto's en kan je er ook op klikken. En dan krijg je het volgende commando met slash v-info. En dan krijg je alle informatie over dat voertuig. Namelijk van ja, wat zijn de speed settings en alle instellingen die je kunt aanpassen in de config files. En als laatste hebben we ook nog v reload, zodat je eigenlijk de hele config file kunt herladen. Dat is eigenlijk alles in game. Er is voor de rest niet veel meer aan. Maar er zijn ook nog een paar config files. En als we daar een keertje naartoe gaan, krijgen we de volgende allemaal te zien. Data is letterlijk de data van die persoon wat hier wordt in opgeslagen. Fuels, dat zijn onze fuels die je in de auto aan een auto kunt geven. Zoals bijvoorbeeld gasoline. En dat kan je eigenlijk allemaal aanpassen naar jouw wensen. Hoe dat je ene kunt toevoegen is heel eenvoudig. Kopieer deze, plak deze en pas het bestandje aan. Verander dit niet, maar de naam zelf kan je wel veranderen. De prijs kun je veranderen. En dit is het item wat in jouw Minecraft wordt gegeven als je dat commando eventueel gaat uittypen voor fuel te kunnen krijgen. Local is natuurlijk de taal en die staan het Nederlands en het Engels, dus dat is wel handig dat en allebei is. Rims, dat zijn dus jouw uh, velgen, die kan je ook weer aanpassen door deze te kopiëren en te plakken. En de default ziet er ook weer hetzelfde uit als alle rest. Class name van afblijven, skin is de skin die je gaat maken in jouw eigen texture pack. Kan ik wel niet laten zien, maar dat is dus van de, dit is dan de benaming in jouw texture pack van het item. En dan ook de types en de damage eventueel erbij. De prijs kun je opgeven en de naam kan je ook weer aanpassen. Dan de vehicles, daarvoor heb je een bepaald aantal types. Ik weet niet als je er kunt toevoegen, maar ik weet wel dat je wel kunt bijmaken. Dus als we eventjes naar bikes gaan, kan je wel een nieuw type bike aanmaken door deze te kopiëren en ook weer te plakken. En als we deze een keertje gaan opendoen, staat er vrij veel in. We hebben als eerste onze klasnaam. De klasnaam ook weer hetzelfde houden. De naam kun je aanpassen, maar het fekeltype moet je ook weer hetzelfde houden. De rest kan ik jammer genoeg niet uitleggen. Er is heel weinig documentatie over dit, en kan ik ook jammer genoeg dan niet gaan uitleggen. Mijn excuses, er staat wel uitleg op de Wikipedia-pagina, maar daar heb ik overgekeken. Dus mijn excuses: wil je zelf een eigen auto maken, raad ik je aan om naar de Wikipedia-pagina te gaan. Dat heb je namelijk voor alle verschillende types, die heb je hierbij staan. En dan hebben we nog de config en de sounds. Ja, de sounds is eigenlijk vrij simpel. Dat zijn gewoon de geluiden wat hij gaat maken als je motor stil staat, als je de motor start, als je aan het optrekken bent, als je aan het rijden bent en als je aan het afremmen bent. Um, maar dat gaat volgens mij ook weer iets te maken hebben met de texture pack en kan ik jullie niet echt mee helpen. En in de config hebben we eigenlijk de volgende stukjes. We hebben de versie van afblijven. De taal kan je naar het Nederlands opzetten. Can drive over slabs, dus als je over blokken en op halve blokken kunt rijden. Hoeveel kost het om iets te repareren aan je auto? Dat is de kostprijs gedeeld door deze prijs. Dan dan kom je de prijs tegen wat je moet betalen voor een herstelling. Vehicle damage, maar kan je voertuig damage krijgen? Collision stop. Dus dat moet je auto stoppen als je gaat collisionen, als je gaat botsen met een, een dier, bijvoorbeeld. Gaat je auto beschadigd raken of een ander voertuig beschadigd raken als je een dier raakt? Of gaat het dier ook beschadigd raken? Kan je uit- of aanzetten? Voor het hernoemen en voor de owner te veranderen, dat is de prijs ervan. En OnlySpawnOwnSpawn. Dat weet ik niet heel juist wat het inhoudt. Even als afronding. Ja, het is een betaalde plugin. En zou ik het persoonlijk kopen? Niet echt. Zou ik het voor een YouTube video doen? Ja, dat heb ik nu gedaan. Maar zou ik het persoonlijk kopen? Nee. Ik vind het ietsjes te duur, 8,5 euro voor een plugin. Nu, je kan er best veel mee doen en er zit best veel in ook. Maar het is een twijfelgeval. Nu het is een heel, positie het is een heel positieve ervaring. Het is een fijne plugin, werkt goed. Ik zelf zou het niet gaan kopen. Maar we zijn een keertje aangekomen op het einde van deze video. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Als je dan dat duimpje mochten doen. Ga ik een keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat bellycointje een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's dan aankomen. Maar mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Doei!